Om mijn deel te eindigen, licht ik nog toe wat er wijzigt in het omgevingsvergunningsbesluit. Dus momenteel is in het omgevingsvergunningsdecreet voorzien dat een grondwaterwinning voor bepaalde duur kan vergund worden. We gaan nu in het omgevingsvergunningsbesluit een nieuwe afdeling invoegen die voor een aantal grondwaterwinningen die bepaalde duur verder vastlegt. Dit betekent concreet voor permanente bemalingen, voor de klassieke grondwaterwinningen en voor winningen waarbij dat er retour gebeurt van belucht grondwater, dat die duur maximaal 20 jaar wordt. Voor tijdelijke bemalingen onder rubriek 53.2 zal dit maximum 5 jaar zijn. En voor drinkwaterwinningen, draineringen en KWO's wordt er geen maximale duur vastgelegd. Dus die beperking tot respectievelijk 20 en 5 jaar wordt van rechtswege opgelegd, maar er is wel een overgangsregeling voorzien indien de grondwaterwinning, zoals degene die hiervoor vermeld werden, vergund zijn voor de inwerkingtreding van deze bepaling. Concreet betekent dit dat? Concreet betekent dit dat vergunningen van bepaalde duur, dus voorvergunningen van bepaalde duur, als de vergunde duur gelijk is of groter is dan 20 jaar, dan wordt na inwerkingtreding van deze bepaling de vergunningsduur 20 jaar te rekenen vanaf de datum van vergunning. Is de vergunde duur, zoals dat die opgenomen staat in uw besluit, minder dan 20 jaar, dan blijft de oorspronkelijke duur behouden. En dat kan dus concreet, bijvoorbeeld voor een bemaling, indien die voor 6 jaar vergund is geweest, kan die dus ook 6 jaar behouden. Voor vergunningen van onbepaalde duur wordt de vergunningsduur 20 jaar. Zo, en dan geef ik nu het woord aan mijn collega voor het laatste inhoudelijk luikje van deze presentatie.